Een spannende dag voor de leerlingen van de Arnhemse VMBO-school Maarten van Rossum. Niemand minder dan Marco Borsato kwam op bezoek en vertelde tijdens een les de leerlingen over zijn werk als ambassadeur voor Wordchild. Een aangrijpend verhaal wat de kinderen tot op het bot boeide. Goedemiddag jongens, hoe gaat het? Ik wil jullie een compliment maken. Wij komen als Wordchild veel in aanraking met veel scholen die acties doen. Maar nog nooit hebben we meegemaakt wat jullie gepresteerd hebben de afgelopen weken. Dus echt, echt een compliment voor jullie. Want jullie hebben hier... Ja? De leerlingen van de VMBO-school hadden het bezoek gewonnen omdat ze op de meest fanatieke manier geld wisten in te zamelen voor het goede doel. Ja, het is wel heel bijzonder wat ze gedaan hebben. Ik bedoel, ze hebben echt het thema ter harte genomen. Als je ziet dat ze hebben brieven naar kindsoldaten geschreven. Ze hebben poëzie gemaakt, gedichten geschreven. Ze hebben de film Witlicht gezien. Ze hebben echt het thema opgepakt, omarmd. Ja, en als je dan ziet dat dat enthousiasme dan leidt tot bijna 10.000 euro wat ze opgehaald hebben, of zelfs meer dan 10.000 euro, dan zegt dat iets over de betrokkenheid van niet alleen de leerlingen, maar ook de school zelf. Het is zo breed gedragen dat je ziet het ook vandaag. Dit is de bovenbouw, straks komt de onderbouw nog. Dat ik graag wilde vertellen en mijn dankbaarheid wilde uiten, omdat ik natuurlijk die kinderen heb vastgepakt waar het over gaat. En ja, met die 10.000 euro kun je zo ontzettend veel doen. Zanger, acteur en The Voice coach Borsato. Hij is al jarenlang ambassadeur van de organisatie die zich inzet om kinderen te helpen bij het verwerken van hun oorlogservaringen. Als hij door het vertellen van zijn ervaringen en de verhalen de kinderen ook maar een klein beetje kan laten meebeleven, ja, dan is zijn missie al geslaagd. Ja, nou ja, de kindsoldatenproblematiek oplossen, dat zal nog een aantal jaren duren. Maar we kunnen in ieder geval het probleem aan te pakken. En dat betekent dus beleidsbeïnvloeding. Dat betekent dat we iets moeten doen aan de kinderen die geraakt zijn. Nou, daar hebben we als Wordchild fantastische methodieken voor ontwikkeld. Waar we echt iets mee kunnen. Waar elke eurocent goed besteed is eigenlijk. Dat is primair de doelstelling. En dan kijken, afhankelijk van de funding ook natuurlijk, om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Hey, in het begin, in 1998, waren dat nog een paar honderd. Inmiddels helpen we een kleine miljoen kinderen. Dus dat is geen druppel op de groeiende plaat meer.